Goedendag. Kijk naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. En we beginnen vandaag met een kaartje van de Maxima. Dit is tot half drie vanmiddag. Daarna zijn de temperaturen nog wel iets verder opgelopen, maar voor delen van Brabant, Zuid-Holland, Gelderland en Utrecht geldt dat het toch een ijsdag is geworden. Temperaturen zijn daar niet boven nul gekomen en dat is de eerste ijsdag voor sommige plaatsen sinds maart 2013. Afgelopen winter was het natuurlijk helemaal niets. Nu hebben we toch in ieder geval weer een enkele ijsdag te pakken hier en daar. Als we grootschalig kijken, dan stelt de winter in Europa nog steeds weinig voor. De echte kou zit in Scandinavië en in Rusland. En heeft nog steeds geen zin of reden om onze kant op te komen. Bij ons gaan de temperaturen de komende dagen juist iets omhoog. Dat zien we ook op de grote weerkaart. Een actief lage drukgebied ligt in de buurt van uh, Italië, zorgt voor zware buien, onweer ook. Maar wij moeten ons blik vooral richting de Britse eilanden richten. Want daar komt een frontale storing aan. Die bereikt ons morgen nog niet, maar zaterdag wel. In de loop van vrijdag trekt de regen al over de Britse eilanden. En zaterdag nacht, of in de nacht van vrijdag op zaterdag, dan wordt het regen en sneeuw in ons land. En boven Duitsland gaat het dan sneeuwen. Dus iedereen die zaterdag naar de Alpen gaat, heeft met sneeuwval te maken. Als je van de Alpen naar huis gaat, ook uiteraard gladde wegen onderweg. En ook in Nederland krijgen we met gladheid te maken. Daar kom ik zo op terug. Eerst vanavond. Vanavond hebben we droge omstandigheden. Er zijn een paar opklaringen, maar de wolkenvelden die winnen ook weer terrein. Het vrieslicht 0 tot min 2 graden. En dat geldt ook voor de nachtelijke uren. Min 1 tot min 3 graden op een enkele plek iets kouder. En de wind die neemt geleidelijk in kracht af. Door die afnemende wind kan er misschien een mistbankje ontstaan. Daar kunnen we morgenochtend vroeg even last van hebben. Maar daarna hebben we een mix van wolkenvelden en zon. De wolkenvelden hebben denk ik wel weer de overhand, maar af en toe kan de zon er doorheen piepen. Waar dat gebeurt valt nu eigenlijk nog niet te zeggen. Je moet gewoon een beetje geluk hebben. Temperaturen onder het wolkendek weer 0 of 1 graad. En daar waar de zon doorbreekt worden 2 à 3 graden. Eerst staat er weinig wind, later op de dag wordt de wind zuidelijk, neemt dan toe naar windkracht 3, en in de avonduren neemt die verder toe, en dan komt die storing vanaf de Britse eilanden dichterbij. En dan komen we op het verhaal van wat voor neerslag gaat te vallen. En daarvoor heb ik dit kaartje. Op de meest linker kolom zien we dat de temperaturen van hoog in de atmosfeer tot aan beneden onder nul is. Alles is onder nul en dan valt er uiteraard sneeuw. Maar als er een warme laag ergens zit, ja, dan wordt de neerslag soort anders. Zit die warme laag hoog? En daarna vriest het weer, dan valt de ijsregen. Als die warme laag wat lager zit, dan kan het gaan ijzelen. En dat is natuurlijk zeer gevaarlijk. Met de warme laag dicht bij de grond valt er natte sneeuw. En als de warme laag heel dik is, dan hebben we gewoon regen. En zaterdag kunnen we al deze neerslagsoorten krijgen. Het begint met natte sneeuw en regen langs de westkust. Maar landinwaarts dan valt er sneeuw, overgaand in natte sneeuw. Maar er kan ook een gebiedje zijn met ijzerregen en ijzel. Dat betekent spekgladde wegen. Gebeurt allemaal in de nacht van, zaterdag, van vrijdag op zaterdag en zaterdagochtend. Dus hou de weerberichten goed in de gaten, want die zaterdag kan een nare ochtend opleveren. Maar uiteindelijk gaan de temperaturen oplopen naar 3 graden langs de oostgrens, 6 graden in het westen. In de nacht naar zondag krijgen we een plaatselijk lichte vorst, kunnen de natte wegen weer glad worden, en dan hebben we zondag overdag van tijd tot tijd zon, 3 tot 6 graden en lokaal een winterse bui. Maandag geen vorst. Nieuwe temperaturen ruim boven nul. En dan gaat het enige tijd regenen. Dan nog even snel verder vooruitkijkend. De stijgende temperaturen richting maandag zien we. Dinsdag en woensdag ook nog hoog. Daarna lijkt het kwik weer iets te gaan dalen. In ieder geval neemt de kans op nachtvorst toe. En ook de kans op winterse neerslag wordt eind volgende week weer groter. Dus nogmaals, morgen weinig bijzonders. Maar houd de berichten morgen wel in de gaten over het weer van Zaterdag. Dat kan een gevaarlijke gladheid opleveren. Ik ben Michiel Severin. Con via Plaza.